Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Vandaag is best wel een speciale dag. Want onze school heeft een prijs gekregen, namelijk de Excellence Stempel. En Eline, wat houdt dat in? Dat betekent dat alle twee onze scholen nu excellent zijn. En dat betekent dat wij boven onze normale stof ook nog extra leerstof krijgen. En het is natuurlijk een super mooi iets voor onze school. En we gaan zo meteen even de vlag ophijsen. En een rondleiding. Ja, dank je. Dus dan gaan we dat allemaal filmen. Dus dit wordt wel weer een leuke video. Zelfstandig groepen kiezen weer. In het kader roepen onderwijs kunnen vier richtingen opgaan en dit is er een van, dit is economie en ondernemen. Zoals hier u kunt zien is dit een bord van oké. Wij hebben hier op school een systeem waarbij de docenten vooral de leerlingen positief benaderen. Dat doen ze dus door middel van oké. Dat is dus verantwoordelijk, betrokken en succesvol. Dat zijn de drie dingen die wij hier op het Corlaar College heel erg belangrijk vinden. En als je bijvoorbeeld iets goeds doet in de les, goed mee hebt gedaan, dan krijg je ook van je docent een kaartje met oké. Die kan je dan inleveren in de postbus. En dan, volgens mij elke maand, wordt er één uitgehaald. En als jij het bent geworden, mag je kiezen of je 20 minuten eerder naar huis wil gaan. Of dat je, nou, dat soort dingen. En te later uit, kan ook. Ja, precies. Ja. Dus dat je allemaal positieve dingen kan kiezen. Dit is PI, produceren, installeren en energie. Ja, hier ben je ook eigenlijk heel veel bezig met praktijk, maar heb je ook met al theorie. Je hebt de mensen rondgeleid, het was ontzettend leuk en het was wel een beetje spannend. Ja, ik bedoel de minister van Onderwijs, ja. Maar er is nu nog warme chocolademelk. Ja, dat gaan we ook even. En dan is dit alweer het einde van de vlog. Verder hebben we gewoon een super saai normale schooldag. Yes. Maya! Oh kijk, er lopen al, hi! Oh, je ziet iedereen al lekker met chocolademelk. Hier, kom! En speculaas. Ja, ik film even van die kant. Yes. Oeh, al die kindjes. Zo zit de slag en zo. Speculaas, man.